Met het Wormobiel boorden we dwars door de aarde in de richting van Brazilië. Nog steeds op zoek naar oom Bill. We zijn er vast bijna, Dennis. Het heeft hier veel weg van het Amazone-oerwoud. Si, si, dottore. We zijn zelfs vlakbij oma Bill. Ah, prachtvol. Niet de parakeet, dat zal uw giet zijn. Luister. Dat is Oom Bill. Opschieten, amigos. Oom Bill. Welkom, Snuggles. Leuk dat je er bent, kerel. Ik was al bang dat je niet zou komen. Oom Bill vertelde ons dat er steeds meer dieren in vlinders veranderden. Ik begreep geen sikkepit van dit mysterie, Snuggles. Maak je niet dik, dokter Snuggles zal het wel oplossen. Maar hoe? Hoe dan? De volgende ochtend gingen we op onderzoek uit. Als we nou maar één diertje konden ontdekken dat in een vlinder veranderde, dan wisten we tenminste hoe het gebeurde. Nobby voelde zich wat verloren in dit oerwoud. Pak hem, die buis. Laat me los! Niet doen! Jongens, die muis heeft hoogtevrees. Laat me los! Hier heb je hem. We gingen steeds dieper en dieper het oerwoud in. En overal krioelde het van de kleurige vlinders. De lianen leken wel jarig en de bomen waren met vlinders behangen. Maar nergens hoorde ik vogels tjilpen. Je kon alleen vlinders horen fladderen. Het was muisstil en snikheet in het Amazone-oerwoud. Dennis, is er iemand? Hallo, schatje. Oh. Jij bent een stuk, zeg. Ik ben niet stuk. Nou en nou, kus me. Ja, Engels, hoe lukt? Laat me los, help. Snuggles. Wat is er? Luister eens. Hij wil niet gezoend worden, madame. Free orchidee zoent zo graag. Kom mee, Nobby. Dag, mijn lieve piepertje. Signor Omabiel, kijk. Een kantarel, kampioen. No, niet aan komen. Oh, arme Omabiel is een oogvlinder. Dr. Snuggles, Dr. Snuggles. Het was de toverpaddenstoel. Wie hem aanraakte, veranderde in een vlinder. Maak je maar geen zorgen hoor, oom Bill. Heus, we vinden er vast wel wat op. Vraag het die lama. Wie zeg je? De lieve lama, de grote wijsgeer van het Amazone-oerwoud. Hij weet alles, over alles, over alles. Zou die wijze lama echt weten wat het geheim van die toverpaddenstoel was? 1, 2, 3, 2. Volgens Nita Parakita kende de wijze Lima Lama het vlindergeheim van de toverpaddenstoel. 1, 2, 3, 2. Met een speciaal Amazone-oerwoud vlot dat Dennis en ik gebouwd hadden, zakten wij de rivier af op weg naar hem toe. Met Nita als onze vliegende oerwoudgids.
Dat peddelen was een heel vermoeiend karwei. Maar Nita bracht me op een idee. El Dr. Snuggles, luister. Jawel. Toch wel fijn dat er zoveel vlinders waren. Die tempel van de wijze Lima Lama. Ben jij bang, Poepert? Welkom, mijn vrienden. Wat kan ik voor jullie doen? Mijn naam is Snuggles. Snuggles met dubbel G. Ik vertelde hem alles over de geheimzinnige toverpaddenstoel en dat hij oom Bill en de dieren had omgetoverd in vlinders. Dit is zeker oom Bill. Als vlinder, ja. Haal water uit de fontein, sprenkel het over de toverpaddenstoel en wacht af. Ik vulde de kan helemaal vol met het magische water. Dank u, wijze Lima Lama. Was niets. Ten slotte vonden we het pad naar de plek waar de toverpaddenstoel stond. En of hij er nog stond. Dromie, bent u dat echt, oom Bill? Toverij, kan je geen kaas maken? Het lukt. Nou, niet toevallig niet. Nou, toevallig wel. De toverpaddenstoel viel in miljoenen sterren uiteen. En elke ster veranderde een vlinder weer in een dier. Het oerwoud was weer bewoond. Het echte oerwoudbewoners. Kom nog eens toveren, El Dr. Snuggles. Klaar, mannen. Duiken maar. Snuggles. Fijn om weer boven te zijn. Is het niet zo, juf Netjes?